University of Aruba. Hello to all our online listeners, as I understood, mainly on the island of Texel. So far away and close to us, warm welcome. Today, we have two lectures on our list. First, we start with Michiel Bartels, archaeologist at the city of Horn and working on shipwrecks. So they really found a ship and see what has this ship on it before it sank. Yeah, and probably still now. So then we will see supplying the plantations in the West, what was going in the region of Aruba and what was coming back. So very fascinating. And in order to make it understandable for everybody, we also have the slides in English. Maar het verhaal in het Nederlands. Dus we zijn hier echt internationaal bezig. Na afloop van de lezing van Michiel volgt een discussie. Oké, en doe je het ook in Nederlands. Dan volgt een korte discussie, of langere discussie zullen we dan zien. En dan een korte pauze. En nu, wie dan belangstelling heeft, nog verder te gaan in de koloniale tijd, overheidvervoer, internationale trade, dan gaat het verder over de slavenhandel. Hoe werkte dat toen en vanuit een Arubaans en ook Curaçao's perspectief. En wie dan nog steeds iets genoeg heeft, die is daarna nog in de town uitgenodigd om even bij een drankje, een kleine mini-hapjes, even te blijven zitten en in gesprek te gaan met ons twee sprekers van vandaag, Michiel Bartels en dan Bastiaan van der Velden van de Open Universiteit. Hartelijk welkom, Michiel. Ja, mevrouw Hoortker-Viola, bijzonder dank voor deze inleiding. Ik zal net zoals vorige week in het Nederlands spreken, maar mochten er vragen tussendoor zijn dat ik niet duidelijk ben, kan ik die natuurlijk ook in het Engels beantwoorden. De sheets zijn in het Engels. Goed. We zijn nu op het eiland Aruba. Dit onderzoek speelt zich af in de buurt van een ander eiland, het eiland Texel. Dat is ongeveer even groot en met een klein bevolkingsaantal, maar minstens evenveel geschiedenis. Ja, waarom is die historische band tussen Holland, Texel en de eilanden op de Antillen hier nou zo groot? En het vasteland, want daar gaat het vooral om. Nou, dat komt omdat Nederland in de 17e eeuw, eind 16e eeuw, hier aan het bezig is geweest om de boel voor de kapitalistische markteconomie productief te krijgen. Ik heb het vorige keer daar al over gehad, wat betreft de zouthandel. Hoe komen wij als archeologen op Texel terecht? In Nederland is het zo geregeld dat elke gemeente zijn eigen archeologie moet organiseren. En Texel heeft op het land archeologie, daar zal ik het nu niet over hebben, maar ook op de zeebodem. We hebben 180 vierkante kilometer gemeentelijke zeebodem. En zo'n 100 scheepswrakken, waarvan we er zo'n 30, 40 inmiddels kwijt zijn geweest. Allerlei redenen, stroming onder andere. En er liggen er nog een heleboel. Maar vandaag zal ik het hebben over het zogenaamde schervenwrak. Elk wrak wat gevonden wordt door de Texelse duikers en anderen krijgt een naam naar de belangrijkste deel van de lading. Dus we hebben het gele stenenwrak waar gele stenen in zitten. We hebben het palmhoutwrak waar palmhout in zit. En we hebben hier ook het scherveninwrak, omdat er ongelooflijk veel scherven uitkwamen. En ik ga jullie meenemen op een reis naar de materiële cultuur, die tamelijk bijzonder is in mijn ogen, en zeker in de huidige slavernijdiscussie in Nederland en over zee. En hoe dat allemaal zo gekomen is, dat ga ik nu uitleggen. Goed, laat ik vooraf stellen dat er aan boord van dit schervenwrak, waarvan ik straks de naam ga onthullen, geen slaven aanwezig waren. Er was alleen gewoon slecht betaalde bemanning aanwezig en een kapitein. Er zijn geen boeien gevonden, er zijn geen kettingen gevonden, er zijn geen nekboeien gevonden, dat soort dingen. Er werden geen slaafgemaakten getransporteerd. Het was een bevoorradingsschip. Het schip is een driemaster geweest, daar kom ik straks op terug. En het is eigenlijk in een heel vreemd tijdsgevricht aangetroffen. Nederland, de Nederlanden heeft zich vrijgevochten van de Spanjaarden, is een republiek geworden onder leiding van een koning, een beetje een rare constructie, een koning-stadhouder. Dat waren de Willemen, Willem I, Willem van Oranje, tot en met Willem V. En Willem V is de laatste koning van de Oranjes voordat Napoleon kwam. Een iets wat suffe koning die zich vooral zorgen maakte over het
doorgaan van zijn eigen rijk en niet over moderniseringen in een verlicht Europa, hè, waar allemaal dingen gebeuren die aan Nederland voorbij dreigen te gaan. In de Nederlanden in de periode 1770-1790 ontstond de verlichting. Er waren patriotten aan het werk. Patriotten waren op de Franse revolutie georiënteerde, meer democratisch gezinde, vooral mannen, maar ook vrouwen. En die stelden serieuze vragen of we nou door moesten gaan met slavenhandel en met slavernij. De conservatieve kant, de orangisten, die hadden daar niet zo'n problemen mee. Die vonden het allemaal wel prima als het geld maar binnenkwam in Nederland. Nou, wat er gebeurde was dat in 1795, dit is het begin daarvan, werd Nederland veroverd, of als je aan de patriotse kant stond, bevrijd door het Franse leger. Dat kwam Nederland binnen. Die werden door de Bataven, de toenmalige patriotten, vuurlijk onthaald. En Nederland ging totaal veranderen. Er ontstond een wetboek van strafrecht. Er ontstond een burgerlijk wetboek. Er ontstond een kadaster. Er werd belasting betaald. Er kwamen allerlei verlichte ideeën. Die werden ook uitgevoerd totdat Nederland echt werd ingelijfd in het Franse keizerrijk. En daar een onlosmakelijk onderdeel van ging uitmaken. Nou, wat waren de plannen van Napoleon en Napoleon Bonaparte? Een van de doelen was om Engeland te veroveren. Toen Napoleon zijn vloot kwijtraakte bij Trafalgar in de slag met de Engelsen, Nelson heeft daar overwonnen, heeft hij niet overleefd, bleek dat de Fransen niet genoeg troepenschepen hadden om Engeland te bezetten. Terwijl de grote legers in Nederland klaar stonden, bij Austerlitz bijvoorbeeld, om de invasie van Engeland te vervolmaken. Dat was niet gelukt. Dus de Nederland, ja, die bleef onder Napoleon, totdat het uiteindelijk weer oranje werd na 1813. In die tijd van de oorlogen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk was er een blokkade, een economische blokkade van het vasteland. Er konden dus geen producten van overzee, van de koloniën, naar Nederland komen. Dat betekende dat Nederland zelf moest gaan innoveren. En bijvoorbeeld tabak kwam niet meer binnen, natuurlijk een vrij essentieel product. Maar dat ging in Nederland, in de buurt van Amerongen, gekweekt worden. Men ging zelf tabak kweken. Er kwam ook geen rietsuiker meer binnen. En er was veel te weinig honing als zoetmiddel om suiker te hebben. Wat men ontwikkelde, de eerste stoomketels waren, de primitieve stoomketels waren er, was bietensuiker. Er werden suikerbieten gekweekt, die werden geraffineerd. En daardoor kreeg je mooie kristalzuiker. Een innovatie die anders wellicht niet of veel later had plaatsgevonden. Goed. De Napoleontische legers werden verslagen bij Waterloo. Dat zien we hier op deze plaat. In het midden zien we de Duke of Wellington als overwinnaar. Daar beneden ligt een van de Willemen die daar gewond lag te zijn, maar wel weer opknapte. En Nederland ging weer bij het kreeg weer een eigen status als koninkrijk. Tussen de ene kant Pruisen en aan de andere kant wat van Frankrijk resteerde. En natuurlijk overzee Engeland. Het was een vrij groot koninkrijk. De 17e provincie der Nederlanden. Dat zien we hier in volle glorie. Met daarbij nog wat nu het Groothertogdom Luxemburg is. Met ook een rood-wit-blauwe vlag. Wat het tegenwoordige België is. Hè, wat bestaat uit een Franstalig en een Nederlandstalig deel. En natuurlijk Nederland zelf. En deze koning Willem I. Die had de leiding over. De bestuurlijke leiding over die Nederlanden. En die trof daar een desolate boedel. Er was nauwelijks geld om wat te gaan doen. De economie lag door de blokkade en gebrek aan innovatie. Die was onderuit gegaan. Maar hij zette al snel de Nederlandse bank op. Een grote financiële instelling. En zocht daar aandeelhouders voor. Dat was niet echt populair. Want inmiddels waren die oude orangisten, de koningsgezinden, weer aan de macht gekomen. En die wilden gewoon terug naar hoe het vroeger was. En vooral terug naar dat plantagestelsel. Natuurlijk is wel de slavenhandel afgeschaft in het eerste begin, maar de slavernij in Nederland duurde heel lang. Dus dat ze nog terugkomen voordat dat was afgeschaft. Wat de koning Willem wel ondernam, was te zorgen dat de scheepvaart weer op gang kwam. En het probleem voor Texel, of het probleem voor Noord-Holland en het Zuiderzeegebied, was nog steeds dat je vanaf Texel heel slecht naar buiten kon varen. Maar in 1823 kwam het Noord-Hollandse kanaal, dus niet het Noordzeekanaal, maar het Noord-Hollandse kanaal, wat Amsterdam verbond
via eindeloos veel bruggen en pontjes een zigzagkanaal met Den Helder en had je geen vind meer uit het oosten nodig om de Noordzee in te varen. Nou, vanaf 1823 wordt die reden van Texel, waar ik het in mijn vorige verhaal over had, dus eigenlijk overbodig. En daarna wordt de stoomketel uitgevonden, komen de stoomschepen en is helemaal overbodig. Maar waar gingen die schepen naartoe? Die maakten een tocht als ze naar het West-Indisch gebied gingen, naar de eilanden of naar het vasteland van het noorden van Zuid-Amerika. Daar waren koloniën waar koffie werd geteeld, waar suikerriet werd gekweekt en allerlei andere zaken plaatsvonden. En van al die activiteiten richting onder andere de West vinden we op Texel heel veel terug. Nou, hier ligt het eiland Texel. Met in de gele cirkel slecht te zien het gebied van de Waddenzee waar heel veel scheepswrakken liggen. We vinden eigenlijk elk jaar wel een scheepswrak of stukken van schepen die gewoon komen aanspoelen op het strand. En het is dan mijn taak, de taak van de archeologische dienst en de taak van het museum, om dat zo snel mogelijk te documenteren. Als we even kijken naar hier zien we nog een mooi schilderij van hoe die reden van Texel eruit zag, met visserschepen, met handelsschepen, koopvaardijschepen en ook grote oorlogsschepen. Kijken we naar een luchtfoto, dan zien we hier het grote eiland Texel, ongeveer de omvang van Aruba, met daarvoor een onbewoond eiland dat berazende bol heet, wat met storm helemaal onder water loopt. En daar rechts bij het Rode Kruisje, daar is waar het bewuste schip waar we het nu over gaan hebben, is gezonken. Deze sheet staan we even over. Dan gaan we hier naartoe. Ja. Ver voordat de reguliere maritieme archeologie in Nederland ontstond, waren er al duikers bij Texel om op de scheepswrakken te duiken. Die haalden er allemaal hele mooie dingen uit. We ongeveer zo'n 50 jaar geleden begonnen toen het scuba diving inkwam. Dus met een luchtfles op je rug en een automaat kon je dan naar de bomen van de zee duiken en de dingen uithalen. Dat ging met toestemming van de Rijksoverheid van Romeinen, want alle wrakken waren eigendom van Romeinen. En er moest een deel worden ingeleverd, afgedragen en een deel moest worden, kon mee naar huis genomen worden. Dat noemen we in de wandeling LVT, leuk voor thuis. En dat is iets wat helaas heel veel voorkomt op Texel. De duikers zijn zich gaan organiseren in een aantal duikgroepen, onder andere de duikclub Texel. En daar zien we hier de leden van. En dan in de zomer met goed weer, want je kan niet altijd duiken zoals hier. Je moet echt wel een beetje goed weer hebben, want anders spoel je weg, waai je weg. Zijn zij degene geweest die aanvankelijk op heel veel scheepswrakken hebben getoken. En in de jaren 80 is de Rijksdienst dat ook gaan doen op een wat meer gestructureerde manier. Het probleem met de schepen bij Texel is, ga ik even maritiem archeologisch aan de gang, is dat als een schip zinkt, dat het meestal op een zandplaat terechtkomt of aan de rand van een geul, dan slaat de bovenkant ervan af, de masten, de gangboord, het dek slaat ervan af. Wat er ondertussen gebeurt is dat de lading wegspoelt. De lichte lading bijvoorbeeld aan boord van het schip waar we het nu over gaan hebben, hadden rollen met katoenen stof aanwezig kunnen zijn of andere stoffen. Dat spoelt allemaal weg. Daar vinden we niets van terug. Granen, tarwe spoelt ook allemaal weg. Alleen de harde materialen die blijven aan boord. En heel veel komt ook op het strand. Nou, ik weet niet hoe het op Aruba is. Maar op Texel in ieder geval in het verleden. Als er een schip averij maakte, lading verloor of strandde op een zandbank. Dan waren de bewoners er als kippen bij om te gaan jutten. Jutten is een essentieel onderdeel van het leven van de eilandbewoners. Van het strand werden dan de kisten met de drank gehaald die aanspoelden en grote tonnen met allemaal lekkers erin. Maar men ging ook naar de schepen toe om daar alvast de lading uit te halen. De lading was eigenlijk eigendom van de eigenaar van het schip of van de verzekeraar. Maar voordat de strandvonder er was, met de schout van het eiland, zeg maar de vertegenwoordiger van de politie, was er al heel veel lading verdwenen. Zo zal met het wrak dat we nu gaan bespreken ook vooraf al heel veel lading zijn verdwenen voordat het archeologisch onderzoek begon. Nou, zo'n schip werkt zich in het zand, omdat het heel erg veel stroming is. En het gaat steeds op de ene kant op de andere kant tot hij helemaal in het zand verdwenen is. Zo'n schip kan dus 2-3 meter diep in het zand zitten. Wat er vervolgens gebeurt, is dat er een enorme stroming ontstaat. Nederland heeft tussen Friesland en Noord-Holland in 1934 een dijk aangelegd. Ik denk dat iedereen er wel eens van gehoord heeft, de afsluitdijk. Die sloot de Zuiderzee af. Dat werd een zoetwaterreservoir van IJsselmeer.
Maar de stroming in de Waddenzee veranderde enorm. En daardoor spoelden er ook heel veel wrakken bloot die eerst veilig in het zand lagen. Nou, als die wrakken bloot spoelen, dat noemen wij het smeltende ijsje, melting ice cream, zie je dat zo'n wrak door allerlei factoren, onder andere door visserij, maar ook de paalworm, wordt opgegeven. En blijft er uiteindelijk niets meer van over. Kijken we naar de curve hier, dan zien we dat na 1934 de geulen om Texel heen steeds dieper worden. En steeds minder breed. En dat daardoor ook wrakken die nooit te zien waren, opeens te zien zijn. Nou, de duikers letten altijd goed op. We hebben heel veel contact in de haven. En op een gegeven moment kwam er een visserschip en een viskotter binnen. Ik meen dat het de TX-23 was. Met in zijn net een grote kist met daarin allemaal lange, zwaar, dacht men. Die werd aan de wal gezet. Die werd naar het toenmalige museum gebracht. En men dacht van, hey, als er één kist is met zwaarden, dan zijn er meer. Nou, de duikers zijn toen rond het jaar 2002 naar beneden gegaan. En hebben daar op de bodem van de zee van alles aangetroffen. Ongeveer op 10 meter diepte. Nou, de zee rond Texel is lang niet zo helder als hier rond Aruba. Hier is het prachtig helder water. Daar niet, is allemaal troebel omdat er veel zand in zit. Heeft het gestormd, er zit er zoveel zand in het water dat je nagenoeg niets ziet. Maar met goed zicht, wat zagen ze? Ze zagen tonnen. Ze zagen allerlei andere resten. En op die tonnen stonden weer tekens. Een B met een driehoek eromheen. En wat dat allemaal te betekenen had, dat wist men op dat moment nog niet. Nou, wat je als archeoloog, als sportduiker heel graag wil weten is, hoe oud is zo'n schip? Hoe heette het schip? En waarom is het gezonken? En vooral waar was het naartoe onderweg? Kwam het binnenlopen of ging het naar buiten? Nou, uit het wrak zijn allerlei elementen gehaald waar jaartallen op stonden. Dat maakt het makkelijk voor archeologen. We zien hier een sabel met ingeslagen 1820, een zuurkoolvat met 1821 en wit aardewerken borden met 1822. Het jaartal 1823 of later is niet aangetroffen. Nou, men is gaan zoeken in de archieven, want er zijn van gezonken schepen natuurlijk altijd veel archieven, vooral uit economische overwegingen, wie gaat dat betalen, de bergingskosten, et cetera. Maar dat schip moet al vrij snel weer in goed zand zijn geraakt, want er is weinig geborgen nadat het gezonken was. Nou, wat van groot belang was, is dat de duikers, toen ze het schip vonden, een tekening hebben gemaakt. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar deze groep duikers heeft gelukkig een tekening gemaakt waaruit bleek dat het schip 20 meter lang was, de kiel in ieder geval, met een opbouw van een meter of 23, 24. Het schip is van het type brig en het was een driemaster, die gevuld was met vooral heel veel scherven en heel veel bakstenen en andere zaken. Daar ga ik het nu over hebben. De kiel van het schip, die ligt, dat zie je hier, in de tuin van Museum Kaapskill op Texel. Die is gelicht door een aantal duikers. En inmiddels is het hele schip, plus alle lading, is niet meer aanwezig. Het is weggespoeld, het is deels meegenomen, het is deels opgegeten door de paalworm. Toen is het historisch onderzoek gestart. Daar waren eigenlijk maar twee kandidaten voor deze omvang van dit schip die daar konden voldoen. De ene viel al meteen af, omdat hij niet in de Waddenzee lag, maar in de Noordzee. Deze lag in de Waddenzee. En het bleek dat het schip de Pieter Antonie is geweest. Een Duits schip dat over is gekocht door een Amsterdamse reder. En gezonken in december 1822. En het was op weg naar de West-Indies, Suriname en specifiek de Rio Berbice. De Paradisjes, Berbice is een gebied dat nu in het oosten van Brits Guyana ligt, Guyana in Zuid-Amerika. En wat destijds onder de Nederlandse koloniën viel. Maar op dit moment, zeg maar buiten, oostelijk van Suriname. Ja, oostelijk van Suriname. Nou, er is veel archiefmateriaal van over. En het bleek dat dit materiaal aan boord specifiek was bedoeld om onder andere een koffieplantage aan de Rio Berbice op te gaan zetten. Waar ligt dat gebied? Dat gebied ligt hier, als we het laagste plaatje bekijken, ligt dat zeg maar een kilometer of 150 ten oosten van Paramaribo. Het schip is daar dus nooit aangekomen, maar vergelijkbare schepen van dezelfde reder en ook van andere reders zullen daar wel zijn aangekomen om in die post-Napoleonse tijd die plantages weer aan de gang te krijgen. Want dat was een van de economische doelen van Nederland. Wat gebeurde er ondertussen op Texel? Er zijn veel duikers geweest die op dat wrak hebben gedoken. Die hebben dat materiaal, waarom doe ik dat dingetje nog niet? Dat heb ik wel.
Er hebben heel veel duikers op gedoken. Die hebben dat materiaal onderling verdeeld. En dat thuis bewaard. En de opdracht van onze archeologische dienst, van de gemeente aan onze archeologische dienst, was om dat materiaal te inventariseren. Een groot deel is aanwezig in het museum Kaapschil. Dat is op dit moment goed te zien. En dat betreft dit soort mooi Wedgwood keramiek uit Engeland. Daar kom ik straks nog op terug. Nou, het is in grote hoeveelheden binnengekomen in het museum. En dat is door professionals, zoals hier mijn collega Wietse Stellingwerf, geïnventariseerd. Maar zeker met hulp van de Texelse amateurarcheologen van verschillende duikclubs die met het nummeren en het plakken en het ordenen van al die spullen uit al die wrakken de afgelopen 5 jaar heel veel hebben bijgedragen. Dan gaan we naar de lading van het wrak. En die lading kunnen we in een aantal segmenten opknippen. Dat begint met het kombuisgoed en de navigatieapparatuur. Die was natuurlijk niet voor de handel. Er was een bemanning aan boord, ik meen een man of 8, 9. En die moesten gewoon eten en drinken en varen. Dus wat we zien is een typisch Hollandse poffertjespan. Dat is lekker aan boord, poffertjes. Een wollen muts, want het was natuurlijk koud op de Noordzee en een stuk van de Atlantische Oceaan. Een pot om gutten in te kopen. Een kleine verrekijker en een octant. En er zijn nog veel meer spullen die bij de bemanning horen als bonen en botten van varkens of zo aangetroffen. Vervolgens is er een overstelpende hoeveelheid Engelse keramiek gevonden. De Engelse keramiek die kunnen we, omdat de Engelsen dol zijn op hun aardewerk en het allemaal historisch hebben bijgehouden, heel goed dateren. En dit zijn dipware kommen uit Staffordshire, dus midden uit Engeland, waar de grote fabrieken zitten, onder andere Wedgwood en Dalton. En dit materiaal is voor de Napoleontische tijd geproduceerd. Dus dit was al oud, antiek, out of fashion, voordat het aan boord ging. Maar in de kolonie kon het nog verkocht worden, want kennelijk keken ze daar niet zo nauw op als het niet zo modern was. Er is ook het moderne blauw en wit transferware aardewerk aangetroffen. Niet van Wedgwood, maar van een vergelijkbare producent die we niet kennen. En dat is in grote hoeveelheden boven water gekomen. En hier zien we een heel theeservies met theepotten, spoelkommen, roomkannetjes, suikerkannen en vooral heel veel theekopjes. Bijzonder materiaal, ook omdat het gaaf, heel puntgaaf uit dat schip is gekomen. Gaan we verder. Ik heb even één wissel met mijn dia's. Dan zien we dat er ook zuurkoolvaten uit dat schip komen. Die waren in elkaar gestapeld. Tweekant, driekant, vierkant, naarmate de grootte, zoals van die Russische matroeska-poppetjes. En die waren niet gevuld met zuurkool of wortelen of andere dingen, maar die waren gewoon leeg. En waarschijnlijk met stro of ander schokvrij middel daarin gezet. Dit materiaal wordt gemaakt in het Westerwald. Aan de oostelijke Rijnoever tussen Koblenz en Keulen ligt een heel groot pottenbakkerscentrum waar men steengoed bakt. Dat is een heel hard soort aardewerk wat onder water in dat zoute water prima goed blijft. Nou, bij het verzamelen van al dat aardewerk en het plakken en het puzzelen zijn we natuurlijk ook bij de duikers thuis op visite geweest. En een van de duikers, een oude schild, zei van kom, nou laten we eens even kijken of het allemaal nog werkt. Die had de kopjes en de schotels neergezet. En we hadden een thee-koffievisite uit 200 jaar oude, want het schip is precies 200 jaar geleden gezonken. 200 jaar oude koffiekopjes en het werkte nog prima. Goed, dan verder met de keramische inhoud van het schip. Wat we zien is ook heel veel rood gewoon gebruiksaardewerk, alledaags aardewerk, wat we in boerenhuishoudens in Holland en Nederland tegenkomen. Wat maar matig wordt geëxporteerd, omdat alle landen om Nederland heen vergelijkbaar materiaal maken. Maar ook hier zien we kachelpannen. Dat zijn die ronde pannen met die puntige oren. We zien grapen, we zien bakpannen. En we kennen dit materiaal heel goed, omdat het allemaal in West-Brabant is gemaakt. En op een van de stempels in het aardewerk staat BOZ. Dat betekent Bergen op Zoom. En uit het wapen van Bergen op Zoom de 3 kruizen. Dit is de productie uit Bergen op Zoom die in dat schip meeging op weg naar Zuid-Amerika. Een andere hoeveelheid, de archeologen zijn dol op keramiek, dus hou dat even goed, ze zijn freaky helemaal op. De bovenste zijn potten van Frankfurter waar, die aanvankelijk aan de mines in Frankfurt werden gemaakt, maar die in Nederland werden nagemaakt, onder andere in Delft. Nou, dit materiaal kennen we uit Delft. En die onderste borden, dat zijn grote witte borden en kommen uit een plaatsje Vreggen in de buurt van Keulen aan de Rijn, waar heel mooi witbakkend aardewerk werd gevonden.
Die hebben we ook in overstelpende hoeveelheden uit het vak gehaald. Nog even over die hoeveelheden. We hebben dus van ongeveer 8-9 duikers de voorraad kunnen inventariseren. Van een aantal mensen ook nog niet. Die wilden of niet meewerken, of willen nog niet meewerken. Of ja, we weten niet dat ze er zijn. Maar het is een soort work in progress. Dit onderzoek is dus nog niet klaar. De eerste publicatie is wel verschenen. Maar dat is een voorlopige publicatie. Waar eigenlijk een opdracht in staat om nog meer te gaan doen. Nou, die mooie witte borden uit Vreggen, die hebben altijd de poppetjes erop. Mannetjes die met een geweer rondlopen of pijbroken of bloemen. En er staat een randschrift op, meestal vrij vroom. Van wij bidden voor God of iets anders moois. En dat was het allergoedkoopste aardewerk wat er in de Nederlanden te krijgen viel in de 18e, begin 19e eeuw. Wat ook aan boord was, en ik heb hier foto's van de waterbodem laten hier zien, dat de koppen van de flessen en de jeneverflessen eruit steken. We zien hier van steengoed, ook uit het Westerwald, mineraalwaterflessen. Daar heeft later jenever ingezeten als hergebruik, maar primair zit daar heilzaam bronwater in. De stempel van de productiecentrum staat erop, dat is Selters, onder andere. En een van de duikers, van de onderzoekers, is met zo'n gevulde fles naar Selters gegaan. Het is nog steeds een bronwatercentrum in Duitsland. Heeft dat laten onderzoeken. En mineralogisch klopt het dat het water dat hierin zit ook werkelijk uit de bronnen van Selters komt. En dus 200 jaar op de bodem van de Waddenzee onaangeroerd heeft gelegen. Wat er nog meer gevonden is, zijn vierkante flessen in rechthoekige kistjes. 6 stuks of 12 stuks. Zo'n kistje noemen we een keldertje. Dat moet niet verder op ingaan. Maar in die flessen zat sterke drank, jenever, snaps, zeg het maar. Er is een ongelooflijke hoeveelheid alcohol naar de koloniën gegaan. En de reden, nou, daar zullen we straks wel verder over spreken. Wat ook aan boord was, zijn merkwaardige platte bakstenen. Die zijn als ballast gebruikt. In mijn vorige verhaal had ik het over het koraal dat aan boord was. Nou, hier was Hollandse ballast aan boord. Maar die bakstenen die zijn op zich bijzonder, omdat het niet de gewone metselstenen zijn, maar platte, vuurvaste bakstenen, waarschijnlijk gemaakt in West-Brabant, die gemaakt zijn om fornuizen en andere dingen voor elkaar te krijgen. Hittebestendig. Wat er nog meer gevonden is een overstelpende hoeveelheid spelden. Handgesmeden, kortere en langere spelden met verschillende kopjes. En dan praten we over tienduizenden spelden, echt hopenvol. Het probleem met de duikers was, ik weet niet wie van u allemaal duikt, maar als je een duikpak aan hebt en handschoenen, die zijn van neopreen, en als je dan een handspelden pakt, dan gaan ze er dwars doorheen. Dus de duikers zijn hier wel selectief geweest. Hè? Een aantal hebben deze meegenomen en gelukkig bewaard. Maar dat soort dingen, ja, alsof je een zee-egel pakt. Ja. Wat er nog meer aan boord was, en dat verbaasde ons wel, was kistbeslag en meubelbeslag, om meubels te maken. De planken waren natuurlijk niet aan boord, maar die waren in het land van bestemming in de vorm van mooi tropisch hout aanwezig. En alle laadjes, slotjes, trekkertjes, dat soort dingen, die zijn uit dat scherfwrak gehaald en meegenomen. En als je dan, even een zijpad, bij een van die duikers thuis op visite bent en je zit daar aan een kopje thee en je kijkt naar de inbouwkeuken die daar staat, denk je, god, dat beslag op die keuken ken ik. En ja, dat komt uit het scherfwrak. Dus dat jutten en het hergebruik van die dingen is op het eiland gewoon een grote traditie. Ja, wat was er nog meer aan boord? We zien hier een voorraad. Die komen allemaal uit een kist van parasols of paraplu's. De stokken van de parasols die zijn nog aanwezig. De ribben van de parasols ook nog. De bespanning was ook nog aanwezig. Maar in dat zoute water over de eeuwen heen is die bespanning allemaal verdwenen. We konden aan de merken onderaan die paraplu's dat ze uit Engeland kwamen, een productie. Centrum ten zuiden van Manchester. En de handvaten van die parasols, paraplu's, die waren gesneden uit een soort hoorn. Ik weet niet wat voor soort hoorn, dat zijn dingen die je allemaal nog moet uitzoeken. Maar het zag er allemaal zeer luxe en comfortabel uit. Waar ik geen foto van heb, dat zijn de resten van koets die aangetroffen zijn. Tweewielskoets waar je je kon laten vervoeren. Vervolgens is er een mega hoeveelheid messen aangetroffen. Die zaten in de tonnen die jullie net zagen, die op de bomen van de zee lagen. En zoals ze ook door de visser zijn gevonden. Die tonnen die waren helemaal keurig rondom gevuld met messen, met mesheften. En we hebben eigenlijk pas onlangs uitgevonden dat op een van die messen de afkorting
JISB stond. En dat staat voor Johan Schimmelbuch uit Solingen in Duitsland. En Solingen kennen we natuurlijk nog steeds als een van de plekken in het Ruhrgebied waar er veel wapens worden gemaakt, maar vooral messen, scharen, dat soort industriële stalen kwaliteitsproducten. Vervolgens gaan we, ik krijg de hele inventaris te zien, gaan we naar de kratten en de tonnen met spares die zijn aangetroffen. Nou, in Nederland gebruiken we hele andere scheppen om in de grond te graven, maar voor harde bodem is het handig om dit soort korte spares te gebruiken. Ik moet even opmerken dat alles natuurlijk roestend uit het schip is gekomen. Dat ijzer, het smeedijzer waarvan de spares en alle andere dingen zijn gemaakt, dat werkt heel slecht samen met zeewater. Dus als je dat eruit haalt, raakt het smeedijzer in shock en knalt na een tijdje uit elkaar, omdat de zoutkristallen in het ijzer gaan werken, water aantrekken en dan gaat het object verloren. We hebben gelukkig de provincie Noord-Holland die het museum en de duikers helpt met geld om die objecten te conserveren. Die worden geconserveerd bij Laboratorium Restaura in Heerlen, Limburg, Nederland. En het afgelopen jaar is er ontzettend veel van dit kwetsbare materiaal gerestaureerd. Maar omdat het heel gewoon alledaags materiaal is in de ogen van iedereen, heeft het gewoon even geduurd. Het is geen prestigieus materiaal. Gaan we nou verder naar de andere inhoud van gereedschap, werktuigen in het schip. Dan zien we hier hakken. En hakken zijn bedoeld om in wat hardere grond de grond los te maken. Nou, in Nederland is de grond overwegend niet hard. Hakken worden dan ook heel weinig gebruikt. Maar in het wrak zaten tonnen vol met dit soort hakken. En die tonnen die zie je hier weer op de bodem liggen. Michiel, is het nog steeds een geliefd muziekinstrument te kunnen slaan? Echt waar? Ja. En hoe speel je? Er zitten snaren tussen, of op de tikken? Tikken. Ah, oké. Okay. Oh, dat is nieuws voor mij. Nou, kijk aan. Ja. Nee, op Texel tikken ze niet te hard. Nee. Wat er nog meer aan boord was, waren bijlkoppen. Net zoals de spares en de hakken zaten er geen stelen bij. Dus het zijn alleen de gesmeden ijzeren objecten. Nou, hier zien we een voorraad van die bijlkoppen. En die zijn gebruikt om, ja, om bomen om te hakken. Om hout mee te hakken voor het vuur. Ja, je kan er talloze zaken mee doen. Nou, hier dan de krat met sabels die gevonden werd. Aanvankelijk dacht ik dat het allemaal sabels waren. 144 stuks, één gros, in een kist, op de rand van de kade op Texel. Ook gerestaureerd op kosten van de provincie Noord-Holland bij Restaura. En dan komen daar na restauratie weer hele mooie, lange machetas uit. Dat zijn machetas om planten mee te kappen. Ze zijn ook gemaakt in Solingen, dus purpose made in Duitsland voor de kolonie. Dat zijn drie types van verschillende lengte, van verschillende kromming. En het mooie is van dit soort objecten, net zoals die scheppen, die verdwijnen allemaal. Ze zijn er het meest geweest. En ik ben zelf bezig met de dijkbouw in Nederland. Er moeten miljoenen kruiwagens zijn geweest. We hebben nog twee kruiwagens over uit de 18e en 19e eeuw. De rest is allemaal weg. En van dit gewone materiaal vind je in de museale collecties het minste terug. Wat ik zelf het meest sprekende object vond, zijn de kapa's die zijn aangetroffen. Kapa's zijn grote kookpotten van gietijzer of van messing, koper. En uit het scherfwrak zijn er drie gekomen. Eén is stuk gegaan vanwege de visserij, die is gebroken. Eén is opgehezen en meegenomen door een van de duikers. En in zijn privé-expositie heeft hij daar een hele tijd gestaan. Dat is een gietijzeren. En ik vertelde net al die eigenschap van gietijzer, dat het gaat werken. En het trekt, alle andere resten van het schip zijn aangekoekt aan die kookpot. De tweede kookpot die goed over is gebleven, dat is een messingkookpot. Die is geklonken met grote klinknagels, 55 centimeter hoog, meer dan een meter doorsnede en duidelijk gebruikt om iets te koken. Nou, als we deze collectie voor ons archeologische voorwerpen zien, we kennen het bedrijf dat ze ging vervoeren en we kennen de bestemming, dan kan je niet anders zeggen dat dit een buitengewone lading is die je zelden of eigenlijk nooit aantreft. Sorry? Ja, dat is een goede vraag. Die gietijzeren waarschijnlijk in Amsterdam en de messing waarschijnlijk ook in Amsterdam, want daar werd al veel gedaan met ketels. Hè. De voorlopers van de stoomketels, die maakte men ook in Amsterdam. Er staan de letters VT ingeslagen
En als je naar het jochelwerk kijkt, hè, zo heet dat met die popnagels, ja, dan is dat toch een vrij serieuze productie geweest. Dat moet je echt kunnen maken, dat moet je ambachtelijk goed kunnen smeden om zoiets in elkaar te zetten. Nou, bijzondere lading. En waar kijken we dan naar? We kijken naar een toeleveransschip voor de plantages in de West. En zo'n schip was deze keer op weg naar de Barabiches, naar Berbice, maar kon ook net zo goed naar Curaçao of naar de Virgin Islands of ergens anders zijn gevaren. Gaan we nog even een rondje wat er nou allemaal aanwezig is in dat schip en waar dat vandaan komt. Dan zien we dat uit Amsterdam bijvoorbeeld de glazen flessen kunnen komen, niet te vullen. Daar wordt veel glas geblazen in Amsterdam. De kookpotten, de smeedijzeren objecten als schepper. En waarschijnlijk ook wel het messing en koperen meubelbeslag. Gaan we kijken naar wat er uit Solingen komt. We zijn een aantal sabels gevonden, dus serieuze sabels om mee te vechten. De messen en de machetta's. Kijken we naar Vreggen, daar komen de witte kommen vandaan. Uit het Westerwald, het mineraalwater en de jeneverflessen. Maar ook de zuurkoolvaten in grote hoeveelheden. Kijken we naar, heb ik niet genoemd, maar er komt steenkool uit het wrak. Dat komt waarschijnlijk uit de mijnen in Wallonië. Want in Nederland waren we nog niet zo ver in die tijd. West-Brabant, de chamotte bakstenen, de overvaste bakstenen en kookpotten. Schiedam, waarschijnlijk de jenever die erin zat. Want er was toen al een grootschalige sterke drankproductie. Engeland, de parasols en Staffordshire. Al het theegoed en de kommen uit dat wrak. Goed, en dan het pijnlijke deel van het verhaal. Als we nu gaan kijken wie deze objecten gebruikt zouden kunnen hebben als het was aangekomen in de kolonie. Want daar gaat het om. In de kolonie, de toenmalige kolonie, had men een deel van de productie niet, maar had dus de spullen uit het koloniserende land nodig om die plantages voort te zetten. Nou, hier zien we hoe we slaafgemaakte suikerriet aan het snijden zijn met kleine messen en die lijken verdomd veel op de messen uit dat scherfgraan. Als we kijken naar de tekeningen van Benoit die in 1839 in Suriname was en de situatie daar optekende in prachtige kleurentekeningen, dan zien we slaafgemaakte met scheppen en met bijlen rondlopen. En nou, ik heb even een poging gedaan, ik heb dat dan nergens opgeschreven, om zeg maar in groepscategorieën te kijken wie wat gebruikt zou kunnen hebben. En dan zijn die messen, waar je natuurlijk ook gewoon je brood mee kan smeren, maar in ieder geval de scheppen en de bijlen, de zaken die door de slaafgemaakte gebruikt zouden kunnen zijn. Want een opzichter of een plantage-eigenaar zal zich daar, naar mijn idee, tenminste wat ik er tot nog toe van gelezen heb, niet aan wijden. Met die hakken, dat is echt iets voor het onderhoud op het veld, voor het bewerken van het veld en van de suikerrietplantages. Dat zien we hier. Vooral uit de Verenigde Staten is er behoorlijk veel iconografie van hoe dat toeging met de productie van suikerriet. Nou, het meest initiatief zijn die machetes. Eigenlijk worden ze nog steeds gebruikt in allerlei takken van de landbouw. Maar het was typisch iets op die suikerrietplantages om die grote stengels suikerrieten te hakken. En ja, we weten niet of ze er daadwerkelijk voor gebruikt zijn, maar als je de iconografie bekijkt, dan zou dat heel goed kunnen. Wat we niet in het wrak hebben aangetroffen zijn bijvoorbeeld suikervormen, hè, waar suikerriet, suikersap in gegoten werd. We hebben ook geen maalstenen aangetroffen. Maar wat blijkt nu, als je even goed zoekt op internet, in Santo Domingo of op Cuba, dan zie je nog van die gemetselde ovens waar grote kookpotten op hebben gestaan. Die ovens zijn gemetseld van bakstenen. Nou, die waren daar natuurlijk niet aanwezig natuurlijk. Die zijn of gemaakt of geïmporteerd. En we denken dat die platte bakstenen, die vuurvaste bakstenen, gemaakt zijn of aangevoerd werden om ovens van te maken, om daar suikerrietsap op te kopen. Gaan we naar de kapa's, dan zien we hier zo'n Texelse kapa. We zien een klein plaatje van Frenchman's Bay
op de Virgin Islands, wat destijds een Deense kolonie was, daar is zo'n hele suikerrietraffinaderij geschilderd. En dan zie je ook dat het scherven die daar gevonden worden, ja, het is helemaal tergend, maar ik laat het toch even zien. Dan staat Bring more cane to the mill, Negro. Nou, tegenwoordig als je dat als pottenbakker maakt, kan je je tent wel sluiten en terecht. Maar dat is dus ja, hoe er gedacht werd en ook de iconografie en de materiële cultuur over hoe het daar toe ging destijds. Ja, er is dus door de blanke overheerser daar een enorme industrie opgezet met Nederlands geld, of heropgezet. Geld dat onder andere van de Nederlandse bank kwam. Vorige week is er van de Nederlandse bank een op hun eigen verzoek gemaakt rapport uitgekomen, waarin staat tot hoever de Nederlandse bank in die slavernij en in die plantages heeft gezeten. Nou, tot hun nek. Laten we er even duidelijk over zijn. Sommige steden laten ook onderzoek doen. Amsterdam, Rotterdam, naar een slavernijverleden. Nou, die zitten er tot hun nek in. De kleinere steden als Deventer zijn er nu mee bezig. En ik hoop echt dat we ook in Horingen en Kuizen, waar ik voor werk, waar je ongetwijfeld heel veel gaat vinden, ook eens gaan uitzoeken wat daar nou de participatie in die slavernij was. Kijken we naar een tweede groep. Ik denk de eigenaren van de slaven en de meesters van de plantage en hun echtgenotes. Zeg maar de witte mensen daar. Die zullen degene zijn die die paraplu's, die parasols hebben gehad. Ik ben nu een week hier op het eiland en er is erg veel zon. Er is ook af en toe stevige regen. Die paraplu's gingen ze dat niet zelf dragen. Daar hadden ze de bedieners voor. Ja, dus die parasols die zijn eigenlijk een hele pijnlijke. Op het veld was het gewoon verschrikkelijk veel heet. En het moest overdag gewoon worden doorgewerkt. Er werd niet gestopt. De mensen op het veld zullen geen parasol hebben gehad. Gaan we naar het serviesgoed. Nou, uit de film Hoe duur was de suiker komt zo'n beeld. Dat de elite in Suriname zich te goed deed aan allerlei buitenlandse fratsen en mooie theeserviezen. Je kon je buurvrouwen uitnodigen om op de theevisite te komen. En ook je buurmannen om een stevige borrel te drinken. Maar goed, het zal natuurlijk interessant zijn om te kijken in welke milieus, door archeologisch onderzoek, welke materialen nou werkelijk voorkomen. Wat hier staat te vertellen, klopt dat ook in realiteit? Er zullen van heel veel mensen geen historische bronnen zijn. Dus dan zijn we eigenlijk alleen toegewezen op die, op die materiële cultuur en die opgravingen. Ja, dan kom ik richting het eind van mijn verhaal. Een derde groep is misschien een groep die er tussenin valt van zeg maar specialisten die meubels konden maken, meubelmakers, dus een geschoold vak van tropisch hout, van naaisters, kleermakers die kleding konden maken, dus een geschoold vak, koks, kokkinnen en zoals we hier op een Deens schilderij zien uit 1838, nannies die op de blanke kindertjes van de slavenhouders pasten. En ja, het moet een hele vreemde maatschappij zijn geweest in die tijd. Willen we er meer over weten, dan zullen we het archeologisch onderzoek dat op verschillende plekken gedaan is, moeten bundelen met bijvoorbeeld de resten uit zo'n schervenwrak. Maar we zullen ook de oral history in moeten. En wat zijn er nog voor verhalen over? We zullen de boedelinventarissen in moeten. En ja, dan krijgen we een antwoord op de vraag die wordt gesteld, hoe duur was de suiker? Het gaat natuurlijk niet alleen om het geld, maar ook om het leed en de materiële cultuur en hoe de mensen met elkaar of tegen elkaar leven in die kolonie. Gaan we naar Nederland kijken. Op het Europese toneel in de 19e eeuw, dan zien we dat Nederland als een van de allerlaatste de slavernij, het houden van slaven, van slaafgemaakte, afschaffen. Frankrijk was ons ver voor, Engeland was ons ver voor. En de discussie, als je die nu terugleest, was totaal perfide. Het ging om compensatiegelden van de slavenhouders. En het ging pure economische, financieel gewin over de rug van anderen. En dat, die discussie is nu in Nederland volop aan de gang. Dat heeft internationaal natuurlijk de Black Lives Matter discussie. Maar in Nederland hebben we inmiddels twee belangrijke tentoonstellingen gehad. Waar ook de objecten uit het Tesselse scherfvlak te zien waren. De eerste was de Suriname tentoonstelling. Door de ploeg van de Hermitage in de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam. Met meer dan 180.000 bezoekers, meen ik, overstelpende hoeveelheid. Net voor de corona was de tentoonstelling klaar, dus iedereen kon er naartoe. En in de coronatijd heeft het Rijksmuseum de tentoonstelling Slavernij gehouden over het wel en wee het lot van de slaven en het koloniserende land.
zowel in de Oost-Indische gebieden als in de West-Indische gebieden. En dat is een enorme trendbreuk geweest, een gelukkige trendbreuk, met ja, het Witte Instituut, dat het Rijksmuseum zich altijd heeft geëtaleerd. En daar is ook, er zijn nieuwe conservatoren aangenomen die zeg maar uit die groepen komen, zodat we overigens een ander verhaal krijgen dan het verhaal van de grote witte man die ik ben. En dat is heel goed. Mijn persoonlijke drijfveer overigens, wil ik nog wel even benadrukken, waarom ik dit zo interessant vind, is dat ik, toen ik in Amsterdam opgroeide, mijn ouders het plan op hadden gevat om naar Amsterdam-Zuidoost te gaan verhuizen. Wat toen een hele witte wijk was, toen wij daar kwamen wonen. En een jaar later, toen Suriname onafhankelijk werd, woonden wij in de eerste zwarte wijk van Nederland. En ik zat op de eerste zwarte lagere school van Nederland, waar ik met mijn broodje kaas en mijn broodje leverworst zat, maar mijn buurjongen in de overblijf met zijn bordje met roti zat. En dan denk je van, nou, dat is wel lekker. Nou, mag ik dan jouw brood en leverworst? En dan, ja, dan krijg je een cross-cultural zaak die, die heel interessant is. En vandaar ook mijn liefde voor dit onderwerp. Goed, ik hoop dus dat het in de toekomst komt tot onderzoek hier op de Antillen. Ik weet wel dat er verder is gebeurd. In Suriname kan natuurlijk ook heel veel onderzoek plaatsvinden. Een vriendin van mij is onlangs bij de plantage Alkmaar bezig kijken, omdat de stad Alkmaar daar allerlei zaken wil ondernemen. Eens even kijken. Dan gaan we terug naar de twee laatste dia's. Hier zien we het mooie strand van Texel, wat nog heel veel verrassingen gaat inhouden en waar we nog heel veel gaan vinden over allerlei periodes in onze geschiedenis en dus ook over die koloniale tijd. Het scherfwrak zal geëxposeerd worden in het Provinciaal Museum Huis van Hilde in Castricum. Die expositie gaat in april open. En de nieuwe expositie in Museum Kaapskill Oude Schild Texel zal in juli open gaan, wat voor een deel over dit scherfwrak zal gaan. En ik hoop dat als het ervan komt, het nieuwe Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, waar nu plannen voor zijn, dat daar niet alleen maar verhalen en beeldmateriaal te zien zal zijn, maar ook werkelijk objecten die gebruikt hadden kunnen worden in die koloniale tijd. En dan krijgt het handen en voeten, dan krijgt het een beeld. Goed, het ligt nu vooral aan de goede wil van heel veel Texelaars en anderen om dit verhaal in ieder geval op Texel voor elkaar te krijgen. En hier zien we Karel van Dijk met een machete in zijn hand die hij zojuist heeft opgedoken. En hij is degene die eigenlijk de spits heeft afgebeten en de eerste publicatie, Schatten uit het Scherfwrak, heeft geschreven. Dat is nog steeds te koop in de museumwinkel. Maar het is een eerste aanzet naar veel meer onderzoek van wat Nederland in de koloniale tijd allemaal over de hele wereld heeft uitgevoerd. Ik dank jullie wel voor de aandacht. Questions online, questions live. Kleine vraag, economische vraag. Dus de DNB, dus de Centrale Bank van Nederland, was een soort bankier van die slavenhandelaars. Ik denk van wel. Ik heb het rapport nog niet gelezen, maar ze financieren het in ieder geval. Ik heb wat in het NRC digitaal gelezen vorige week. De aandeelhouders liepen er niet heel warm voor vanwege de risicovolle investering. Maar er waren een paar dames, heb ik gelezen, die heel dol waren op die aandelen. En ook vooral op het gewin uit die koloniën van koffie en suiker en dat soort zaken. Ja, dus ze zaten er goed in. Ja. Dank voor het verhaal. Wat ik heel interessant vond, dat is een beetje mijn naïviteit. Ik heb altijd gedacht dat slavernij iets was wat daar gebeurde en wij hier wisten ervan. Maar ik zie eigenlijk uit al die producten, uit Solingen, uit België, uit Engeland, dat er een complete transportlijn was vanuit Europa. En iedereen moet dus daarin hebben meegedaan. Je kunt eigenlijk niet zeggen wie de haders niet bewoest had, ook in een eerdere periode was. Maar er was een hele infrastructuur omheen. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook heel lastig om het onderwerp te isoleren. Je kunt dat zeggen, iedereen heeft daar gewoon mee gedaan. Ja, klopt. Ja. Nee, dus dat is eigenlijk niet naar de Nederlandse bank, maar overmorgen kijken we naar Solingen en dan kijken we naar de steenfabriek in Bergen of zo. Ja, nee, dat is helemaal waar. En ik hoop dat, ik ben nu bezig met dat contacten in Solingen van. Komen dan specifieke opdrachten vanuit Amsterdam om bepaalde kapmessen te gaan maken. Hè? Want ze weten heel goed wat voor messen nodig zijn voor die suikerrieten en andere gebruiksvoorwerpen.
is daar iets van terug te vinden? En dus hoe ver zit iedereen erin? En ja, die toeleveranties, ja, het is wat dat betreft net gewoon een economie. Je haalt vandaan wat je nodig hebt en wat verkoopbaar is. En je neemt nog wat restpartijen mee te kijken of je daar ook nog wat centen uit kan trekken. Maar ja, iedereen is daar mee. Was het in die tijd al zo dat men er totaal geen probleem mee had? Is het een beetje modern om te zeggen, nu gaan we moeilijk doen? Of nee, er waren zeker wel grote ethische problemen. Ja, de patriotten, de verlichte mensen, die hebben dat zeker politiek aangezwengeld. En er waren ook heel veel mensen in Nederland die falikant tegen de slavernij waren, omdat ze het tegen de Bijbel in vonden gaan. Gewoon op theologische gronden vonden ze het verderfelijk. Maar die werden aan de kant geschoven. Niet gehoord, ergens in 1840 is er in Engeland een groot congres tegen de slavernij, voor de afschaffing van de slavernij. En daar schittert Nederland door afwezigheid. En zelfs de Ieren, die half slaaf zijn van de Engelsen, die zijn er aanwezig. Dus het is, het is redelijk koud wat er in Nederland gebeurt. Ik hou er dan over op, maar kunnen ze eigenlijk het slavernij zien als een soort zeitgeist? Dus, zoals de nazisten in Duitsland hun voet aan de grond gekregen. Want er was een stroming die dit accordeerde en een minor voice die erop tegen was. Ja, en het was natuurlijk ook een goed gebruik uit winstoogmerk om grote groepen mensen te verplaatsen. Ik heb hier op het eiland nu geleerd dat toen de Spanjaarden kwamen, ze alle Arubanen naar Hispaniola hebben vervoerd om daar in de mijnen te werken of iets anders. En dat dus het hele eiland leeg was. Iedereen is gewoon gedeporteerd. En ja, zoiets is van alle tijd gaan kijken in Sovjet-Rusland, wat daar gebeurd is. Ja, triest maar waar. Ja. Ja. We kunnen zeker nog meer vlakken verwachten. Ik heb nu vandaag gedacht over vlakken. Dit is denk ik wel een unieke. We weten in de Mississippi is ook een vergelijkbaar schip gevonden met heel veel spullen voor de plantages daar. Dat is de enige parallel die ik weet. Die is een jaar of 30 geleden ontdekt. Maar ja, zeg nooit nood. Archeologie is wat dat betreft grote mate van serendipiteit. Je begint aan het een, je ontdekt het ander. En als er weer een grote storm komt en de spot wordt bloot en er is weer een nieuw wrak, dan zit er weer een nieuw verhaal in. En archeologie gaat vooral om die verhalen te vertellen op basis van materiaal wat in de gewone maatschappij al lang verdwenen is. Maar wat is een wrak als tijdscapsule bewaard is gebleven? Jullie hadden niet specifiek naar op zoek. Nou, we hebben meer dan genoeg te doen met de wrakken die er nu liggen. Dat is één. Dat heeft onze grote aandacht, want het spoelt allemaal langzaam weg. Er is nog heel veel onderzoek te doen. Maar als dingen echt bedreigd worden, dan moet een windmolenpark komen. Of nou, ik kan eindeloos over vertellen, dan moet het wel worden onderzocht. Maar als er geen externe aanleiding is, laten we het lekker in de grond zitten, want dat is de beste en de goedkoopste bewaarplaats. Ja. Een vraagje was, hoe lang duurde zo'n reis vanuit Texel naar Suriname? Ik dacht een dag of 70-80 met goede wind. Kan ook langer duren. Maar je was wel even onderweg. Ja. 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 In de tijd van de machineschepen was je volgens mij een dag of 20 onderweg. Dus het kon flink tegenzitten. Dus niet de KLM van tegenwoordig, dat is misschien 5 minuten te laat. Ik denk dat we de vragen. Ja. En Michiel, hartelijk dank. En ook nog een grote dank aan alle mensen op Texel die het mogelijk hebben gemaakt op te duiken en die informatie over te brengen. Ik was onder de indruk van de goede kwaliteit van het porselein. Wauw, ongelooflijk dat je nu een kopje koffie of thee uit kunt drinken. Ja, dat laat je echt verlangen om zoiets mee te maken. Dus mijn hartelijke dank. En ook ja, als rector van de universiteit ben ik natuurlijk blij dat we ook hier aandacht kunnen besteden aan onderwerpen waar we geen faculteit voor hebben. Dus dat is bijzonder leuk dat we zo ook heel breed dat verschillende onderwerpen kunnen aanbieden.